Goedemorgen. Kijk eens, nou, dit is wel een heel verschil met vorige week, zeg. Nu staat het te sneeuw. Het is dinsdagmorgen, we gaan weer beginnen. De tunnel die moet ik wat repareren, want die heeft de enorme wind van vannacht niet echt overleefd. Dus daar moet ik straks maar even mee aan de slag. Ja, verder is het natuurlijk wel een heel raar beeld dat je gewoon midden in het begin van april dan in de sneeuw staat. Ja, ik weet niet zo goed wat dat met het plantgoed doet. Ik heb plastic voor nog een tunnel. Misschien dat ik nog een deel van de groentes onder nog een tunnel zet om te zorgen dat die ook beschermd staat. Want ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Nou ja, goed. Dus ik dacht, het is wel een geinig beeld om het zo even op te nemen. Wij gaan er een mooie week van maken. Ik ga wat werk maken en zaaien. En Koert gaan we weer met de overkapping verder deze dag. Dus ja, gewoon lekker aan de slag. Kijken jullie mee? Mijn plantgoed staat hier af te harden. Nou, zoals je ziet gaat het goed, want ze staan lekker in de sneeuw. Kijk joh. Vorige week dinsdag 22 graden. En nu volop sneeuw. Wat een weertje, hè? Nou, het is een winterse tafereeltje, jongens. Moet je kijken. Ik haat het maar gewoon heen. Alles wit. Ik ga vandaag eigenlijk de raapsteltjes en de meirapen en radijsjes gaan zaaien, bedden klaarmaken. Maar ik help goed maar het huisje opbouwen en maken de grond leeg, doek erin. Dan is de overkapping ook klaar en die radijsjes die moeten maar eventjes uitgesteld worden tot eind van de week. Ik had het voor vandaag bedacht omdat ik morgen gaat ook weer regenen, dus dat is mooi. Dan zijn ze lekker, worden ze goed vochtig gehouden, hoef ik geen water te geven. Maar ja, met dit weer is natuurlijk ook niet echt werken. Dus het plan een beetje omgegooid van vandaag. Maak de schuren lekker af. Alle spullen kunnen, dat is wel fijn werk in dit weer. Water op de tuin. Ik ben zo blij nu, jongen. Ik kan je niet voorstellen, echt. Oei, 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 oei. Kijk nou. Kraantje open, kraantje dicht, hoor. Lekker. Ik heb de Tileenslang net helemaal uitgerold en aangelegd van achter de bron die achter de kast zit. Ja, het is echt super, hoor. Het is echt, echt geweldig. Straks deze sproeier eens even aansluiten. Kijk, hier wordt William heel blij van. Dit had ik dus op de moestuin natuurlijk niet, hè. Nu heb ik gewoon mijn eigen bron. Kraan hier zo. En, nou goed, het lijkt in ieder geval te werken. Dus ik kan binnenkort gewoon mijn direct gezaaide groente kan ik in ieder geval besproeien deze week. Dan kan ik volgende week eindelijk met zekerheid zaaien en dan gewoon zorgen dat het met regelmatig gesproeid wordt, zodat het goed ontkiemt. En ik zeker ben van opbrengst. Dus, missie geslaagd. Dit is het kweekgras. Kijk, dat loopt dan een klein beetje uit, dit puntje. Dan wordt het zaam, gaat omhoog, maakt het natuurlijk gras boven de grond om zichzelf op te laden. Dus we gaan proberen dit seizoen hier ook weer zo'n stukje in. Kijk. Nu, we gaan proberen dit seizoen, zeg maar, elke keer. Dit bed is nu één of twee keer geëcht. En al met deze drie poten gedaan. We gaan nu iedere keer. Voordat ik een zaaiing ga doen of een planting, het bed eggen en zorgen dat ik
de driepoot zoveel mogelijk kweet eruit haal. En ja, als wat grotere vlakken gedaan moeten worden, zal ik waarschijnlijk wel wat hulp moeten inroepen om het kweet eruit te kunnen halen in het seizoen. Maar laten we even kijken hoe het gaat als het want in mei wordt en het een stuk warmer wordt, dan zal het ook harder gaan groeien. Zien hoe ik het dan bij kan houden. En anders dan met het grotere schut aan de slag en hopen vrijwilligers vragen om te komen helpen. Ik stel voor de eerste keer de sproeier af en om te kijken of ik deze twee blokken in één keer kan sproeien. De tunnel heb ik opengezet zodat die kolen ook water kunnen krijgen. Nou, dat lukt. Ik kom er wel achter dat ik nog een sproeier nodig heb iets verderop, zodat ik de twee vlakken echt in één keer kan sproeien. Maar verder gaat het heel goed. Charlotte is vanmiddag bij mij op de tuin aan het helpen. We planten samen de rode bietjes. Charlotte die komt wekelijks nu de zomer door helpen. En ja, daar ben ik echt heel blij mee. Twee vingers maken een gaatje en duw ik hem erin. De grond is goed los gemaakt, wat natuurlijk heel fijn is, zodat ik het potje erin kan zetten en erin kan duwen. En dan is hij goed. Zorg dat er geen lucht om het blokje heen zit. En ik zorg ervoor dat, dat het blokje niet boven de grond uitsteekt, want dan droogt hij uit. Zo, zaterdagmiddag. Nou, de week zit er weer op hoor. Ik heb, kijk eens, de bietjes zitten er mooi in. En ik zag hier, meen ik, al wat worteltjes op te zien komen. Ja, je kunt het op de video waarschijnlijk niet zien, maar er komen, de worteltjes komen op. We hebben het plantgoed, wat ik heb gehaald, hebben we er hoofdzakelijk in zitten, behalve de rabarberplanten. Die moet ik proberen van de week, volgende week er even in te zetten. En ik ben niet toegekomen aan het zaaien van peulen. Worden het maandag. Dus nou, dit ziet er wel strak uit. Deze zijn geschoffeld. En daar zitten de sla, ijsbergen en de gewone sla in. Zie je, die andijver die heeft het aardig opgepakt. Die doet het goed. Het is ook hartstikke koud geweest. En ja, het komt langzaam, begint het nu te leven. Maar ja, nu met het sproeien op de tuin ben ik natuurlijk wel heel erg blij mee. Dus dat zat heel lekker. En ik zal eventjes naar de kolen die gaan hartstikke goed. Onder de tunnel, die zijn gisteren zijn die gesproeid. Ja, er beginnen echt wel forse planten te worden. Kijk, hier staan de kolen in de kas. Kees, wat een joekel van de planten aan het worden zijn. Dit waren twee weken geleden nog maar kleine plantjes. Nou, zoals je ziet, het is hier lekker 9 graden, terwijl buiten toch al een paar graden lager is. En het is mooie spitskoolplanten. Dus nou, daar ben ik wel heel, heel blij mee. En dat ziet er gewoon goed uit. Dus ja, wat een lekker weekje. Ik zeg bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende week weer in de volgende vlog. Later!